Mijn naam is de Big Sven Vlogger. Wat leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Ik wil jullie vragen om een duimpje omhoog te doen. En ik zou het even leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. Dan wens ik jullie veel kijkplezier. Wat zijn mijn plannen nou vanmiddag? Ik sta op het punt om even lekker de deur uit te gaan. Ik zou eigenlijk zwemmen vanmiddag. Dat gaat helaas niet door, omdat er herfstvakantie is. Volgende week is gewoon weer het zwemmen. Ook weer superleuk. Ik zit lekker even op een bankje. Ik moest net iemand even bellen die vandaag jarig is. Een collega. Vonden ze echt superleuk dat ik dat even gedaan had. En superlief natuurlijk. En nu zit ik in een hele mooie omgeving. En de omgeving is zo mooi dat ik het eigenlijk gewoon bijna hier tot vanavond wil blijven. Dat gaat niet gebeuren. Wat jullie net zagen is een heel rustgevende plek. Hier kan je gewoon lekker rustig worden als je jezelf niet helemaal goed voelt. Ik ben inmiddels alweer thuis van het fietsen. Het was echt een supere, lekkere fietstocht. Alleen het was een beetje vandaag grauw en donker. Vond ik wel jammer, maar dat hoort in die tijd van het jaar. Nu is het tijd om even mijn spullen in te pakken, want morgen ga ik lekker naar papa en mama. Daar heb ik super veel zin in om erheen te gaan. En namelijk ook super veel zin mijn moeder en mijn vader te zien. Echt, het wordt super gezellig. En ik hou van jullie. Echt waar. Jullie staan nu in de kast. Wat moet ik even pakken? Nou, dat is simpel mijn rugtas. Die ga ik vullen met spullen. Heb ik ook een koffer, vragen jullie af? Ja, dat heb ik. Die gebruik ik helaas niet, omdat een koffer op een fiets meenemen best wel lastig kan zijn. En een rugtas is altijd wel heel handig. Ik ga hem nu even pakken, kijken of dat gaat werken als jullie in de kast staan. Kijk, dit is mijn rugtas. En deze rugtas die heb ik toen samen met mama gekocht bij een kampeerwinkel. En hij houdt het best wel heel lang vol. Het is ook echt een dure tas. Dus hier kan ik heel lang mee. Misschien wel mijn hele leven. Ik ben net klaar met mijn kleding oprollen om dan straks in de tas te doen. Een tip voor jullie is eigenlijk ook, dat wil ik met jullie meegeven, is dat als je een kleine koffer hebt of als je een klein tasje hebt, rol je kleding op. Dat is wat makkelijker. Zo heb je veel ruimte in de tas en dan kan er veel meer mee in je tas of je koffer. Ik laat even zien hoe ik het gedaan heb. Zo heb ik de kleding net opgerold. Zo kan het makkelijk hierin. Ik heb net lekker gegeten. Het is nu tijd dat ik mijn spullen die ik net op de bank heb neergelegd even in de tas doe. Laten we daar maar mee beginnen. En wat ik ook uitleg over de opgerolde dingen, dat is ook echt waar. Zoals jullie weten, heb ik deze kalender gekregen in een pakketje toen ik de special MediaWatch heb gewonnen. We gaan nu de maand oktober echt definitief afsluiten, want vandaag is de 31ste. En nu vannacht gaat, gaat de datum naar november. Nou, oktober, bedankt dat je er was. Nu gaan we weer naar een nieuwe maand. Welkom november. Ik ga de vlog afsluiten. Ik zie jullie de volgende keer bij een nieuwe vlog, shorts,
gamevideo van de Wixfilm-vlogger. Doei doei!